Hele goede dag, dames en heren. Welkom op het YouTube-kanaal van Darts Actueel, waar we net als elk jaar weer alle toolkaarthouders een beetje afgaan. En vandaag ja, een nieuw gezicht. Ja, voor mij zelf niet, maar voor jullie wel. Danny Jansen heeft een toolkaart gepakt. Danny, gefeliciteerd. Hoe was het voor jou een verrassing dat je hem pakte? Ja, natuurlijk ga je erheen met het doel dat je hem wilt hebben. Of in ieder geval, ja, daar ga je wel voor natuurlijk, maar... Ja, op zich was het natuurlijk wel een verrassing. Ik ben natuurlijk nog hartstikke jong, maar ik ben hartstikke blij dat ik hem heb. Zeker weten. Ja, want de verrassing, dat doe ik eigenlijk mee op je resultaten van vorig jaar, waar je sommige wedstrijden een heel goed spel laat zien, maar dan met 6-5 gaat zitten. En ja, uiteindelijk toch ook de laatste paar weken wat mindere gemiddeldes. En toen stond de WDF qualifier, toen zag er wel een stijgende lijn in. Maar je eerste twee dagen Q-score waren ook weer wat minder. Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar Q-school, dat was natuurlijk ook vooral, ja, dat begon, dat was eigenlijk mijn allereerste keer. En toen gooi ik natuurlijk in de gemiddelde ook nog heel veel minder. En dat is denk ik in een jaar tijd wel aardig goed gestegen. En dat er wel vooruitgang in zit. Maar goed, het is nooit hetzelfde. Het is mijn twee beste doen en ik hoop dat het goed valt. Ja, wat heb je eraan gedaan vorig jaar om dat omhoog te krijgen? We weten dat je natuurlijk vanaf de jeugd een goede speler was. Toen kwam corona, dus er was weinig toernooien. Wat heb je eraan gedaan om zonder die toernooien toch je niveau omhoog te krijgen? Eigenlijk met dat is onderling met Christian Kisten zo gewoon goed met testen en al dat soort dingen. Gewoon goed blijven trainen en extra nog meer uren maken voor alles. Ja, dat heb ik al durfd en tegen andere mensen natuurlijk ook. Dus ja, gewoon nog meer aan gewerkt. En ik denk dat het nog meer moet. Voor zeker, omdat we nu een hele nieuwe periode ingaan. Maar we gaan gewoon ons best doen. En dan moet het goed komen. Ja, want je zegt een nieuwe periode ingaan. Je bent nog super jong. We hebben meerdere voorbeelden van een Mike van Duijvoorn en Niels Zorneveld. Die eigenlijk heel snel slagvoer werden in het eerste jaar. Wat ga jij daar dan doen om dat te voorkomen? Ja goed, ik denk altijd maar zo. Een wedstrijd is een wedstrijd. Dus, Ja, gewoon je eigen ding blijven doen en dan ga ik gewoon zien. Ga alles doen wat kan en dan hoop ik dat het goed is. Heb je een management achter je? Heb je wat ingeschakeld? Dan weet je dat je heel goed bent met je vader. Gaat je vader dat voor je doen? Of hoe heb je dat geregeld? Ik probeer het eerst nog allemaal, zoals we nu hebben, is, samen met mijn ouders. Dan proberen we het allemaal nog even te kijken. En dan laten we het eerste paar keer gewoon even op ons afkomen en dan... Kijken waar we naartoe komen en waar we toe zijn en allemaal van dat soort dingen. Nou, kan je uitleggen wat je vader voor je betekent? Dus wij zien natuurlijk heel veel op toernooien. Maar kan je ook vertellen wat hij meer achter de schermen voor jou betekent? Ja, tuurlijk. We doen vanaf begin af aan doen we altijd alles al samen, zeg maar. Mijn vader, mijn moeder en ik. En ook dankzij hun natuurlijk heb je die gewoon met elkaar bereikt. En dan ga je met elkaar natuurlijk ook kijken of je verder mee kan komen en zo. Wat ga je verwachten van de Pro Tour? Wat verwacht je ervan? Je Euro Tour qualifies, et cetera. Wat is het beeld wat je hebt? Dat ik daar gewoon een goed spel zo laat zien. En wat de verwachten van zijn. Ik, natuurlijk krijg je klappen. En ik hoop natuurlijk ook dat zo snel mogelijk dat het ook een keer andersom zal zijn. Zeg maar, dat je een keer goede prestaties levert en dat soort dingen. Ja, ik denk persoonlijk dat het wel kan. Maar ja, goed, je zult ook wel goede tikken krijgen natuurlijk. Maar goed, daar word je ook hard van. Denk je dat omdat je die instelling hebt, je eigenlijk een stap verder bent dan andere jongens die op deze leeftijd eraan beginnen? Ik zeg, ja, iedereen die gaat met zijn eigen instelling in. En dat is eigenlijk een beetje de mijne. En ik denk dat die wel aardig goed zit, hoop ik. Ja. Het nuchtere, wat we gewend zijn, is dat ook nog een voordeel? Dat je altijd heel rustig alles op je af laat komen? Ik denk wel dat het een voordeel is natuurlijk. Ik maak me natuurlijk niet zo heel groot druk. En ik zie wel wat er gebeurt. En ik laat het wel gewoon, wij zeggen, op me afkomen. En dan vanaf daar gaan we er wel aan werken. Hoe of wat. Hoe ga je het combineren met je werk? We weten dat je heel veel sponsoren hebt. Hoe ga je dat combineren? Werk je nog? Zit je op school? Ik werkte bij een ETA-traprenovatie in Nijverdal, daar werkte ik. En die zijn hier gisteren geweest, daar zijn we met elkaar onderling eruit gekomen dat ik sowieso de eerste tijd niet meer aan het werk ga. Dat ik gewoon me echt op ga focussen. En natuurlijk nu 2 jaar lang de kans heb en de tijd heb. En die wil ik natuurlijk met beide handen proberen aan te pakken en gewoon er vol voor gaan.
Eigenlijk wat we zien is wat we in die interviews ook al zagen. Je gaat echt gewoon 2 jaar lang volledig proberen er alles voor te doen. En geen half week leveren. Ja. Nee, ik ga... als het dat niet zal lukken, dan weet ik in ieder geval dat daar niet aan kan liggen. Want ik ga er alles aan doen om het toch te blijven te halen. Dat ik in die top 64 kom. Heb je nog iets aan de ervaring van Christian Kist van je trein? Ja, natuurlijk. Die heeft natuurlijk ook alles al meegemaakt. En die weet natuurlijk ook wel hoe... Van, ik vond op een gegeven moment ook gewoon van leren winnen. Maar dan moet je ook gewoon vaak tegen spelen. En die gewoon ook altijd goed, weet je wel. Dus op niveau. En je moet zorgen dat je dat zelf ook krijgt. En dan gaat het steeds beter. En het wordt ook steeds beter. En ik denk dat in de coronatijd wel goed heeft geholpen. Omdat je natuurlijk heel weinig kon. Ga je combineren met de Development Tour of ga je alleen Pro Tour spelen? Ik ga ook nog de Jeugd Tour spelen. Ja, klopt. Dat wil ik ook nog proberen te gooien. Om een beetje af te ronden. Je pijlen zijn afgelopen week geïntroduceerd van Boels, van je dakleverancier. Geeft dat nog een extra motivatie, Boels? Ja. Ja, zeker. Zeker dat ik toen gehoord kreeg dat die 2 dagen na tijd dat alles was uitverkocht. Kijk, dat doe je natuurlijk zelf, doe je dat wel heel veel goeds. Het is natuurlijk ook mooi voor Boels. Het is natuurlijk ook mooi voor mezelf. Ja, daar geef je gewoon een hele boost. Ja, zeker weten. Ja, dat doet je goed. Danny, wensen we jou heel veel succes op de Tour. En wie weet wat op een Eurotour. Ja, daar gaan we natuurlijk wel gewoon vol voor. Zoveel mogelijk kwalificeren overal voor. En het doel is natuurlijk ook het WK. Maar ja, goed, dat wijst zichzelf denk ik vanzelf wel hoe het allemaal gaat lopen. Goed, Terry bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Darts Actueel voor meer leuke content de komende tijd. En dan zien we jullie weer bij een volgende video.